We zijn vandaag in Alkmaar bij Sporthal De Meent. Wat gaan we daar doen? We gaan het sporttalent 2017 overvallen. Hij heeft hier vandaag trampolinewedstrijden en daaruit blijkt dat de sporttalent 2017 Jouke Windig is geworden. 11 jaar oud, Nederlands kampioen, NOC-NSF sportstatus en traint 15 uur per week. We gaan hem zo direct verrassen, dus we zijn heel benieuwd. Dankjewel. En dames en heren, een hele goede middag allemaal. U zal denken, waarvoor is Radio Castricum hier bij Trivis te gast? Dat heeft inderdaad een hele speciale reden. De gemeente Castricum organiseert ieder jaar de sportverkiezingen. En zo ook de sportverkiezingen 2017. Daar zijn diverse categorieën in en een van de categorieën is Sporttalent 2017. Er is massaal gestemd. En het leuke is dat de winnaar zich hier bevindt. En ik denk dat hij het al weet. En ik ga hem nu naar voren roepen. Jouke, kom maar naar voren, want jij bent de winnaar geworden. Ja, dat is een verrassing, hè? Ja. We hebben elkaar verleden jaar gesproken. En nu ben je winnaar geworden. Verrast? Ja, ik had het echt niet verwacht. Maar terecht, hè, na al je goede prestaties, Nederlands kampioen geworden, goede prestatie Duitsland, goede prestatie in Bulgarije, hè, was het. Ja. En Nederlands kampioen, hoeveel uur train je per week? 15 uur. 15 uur per week. Ja. En ook status bij de NOC-NSF, heb ik begrepen. Ja. Wat is je grote doel? Om naar de Olympische Spelen te kunnen later. Over 4 jaar? Nee, volgens mij over 6 jaar, hè? Nou, ik denk nog wel iets later. We gaan gewoon voor ieder, toch? Ja, dat vind ik wel. Hey, hartstikke goed. Je krijgt van ons een prachtige beker. Die wordt overhandigd door Peter van Splunten van het sportplatform Castricum. Ja, namens de gemeente Castricum van harte gefeliciteerd. Ik vind het een hele mooie prijs en een hele eer dat ik die mag uitleveren. Van harte gefeliciteerd. Ja, alsjeblieft. En daarnaast, dat is niet alleen dat. We hebben hier voor je een geweldige grote taart. Die ga je straks maar lekker opeten. Hoort misschien niet bij een topsporter, maar je mag altijd uitzonderingen maken. Ja. Dus die gaan we je straks overhandigen. Ja, je mag hem erbij geven, Peter. We laten hem nog niet zien, want hij is te lekker. Ik ben bang dat ik er dan zelf ook iets van ga willen. Jouke, nogmaals van harte gefeliciteerd. We gaan straks nog genieten van een demo van je, heb ik begrepen. Ja. Ja. En ik wens je ontzettend veel succes. En we houden aan je belofte, hè. Als je naar Olympische Spelen gaat, ga ik met je mee. Goed? Oké. We spreken met Sven Mooij, de trainer van Jouke Windig. Sven, fantastische prestaties van Jouke dit jaar, afgelopen jaar 2017. Ja, zeker. Het was wel een topjaar voor hem. Want, de mooiste prestatie was toch wel het Nederlands kampioenschap. Dat was een klein beetje onverwacht. We wisten wel dat hij op het podium zou kunnen komen, want hij deed het hele jaar al goed. Maar ja, op het NK piekte hij op het goede moment en won hij in de klas tot 14 jaar. Won hij toch als 11-jarige, dus dat was mooi. En ook buitenlandse prestaties prima, hè? Ja, daar springt hij tegen alleen jongetjes van zijn eigen leeftijd. En ja, dan merk je dat hij daar best wel ver gevorderd is al voor die leeftijd. En dan wint hij dat soort wat kleinere internationale toernooien, daar wint hij gewoon.
En daar is hij altijd heel goed. En op bijvoorbeeld een wedstrijd als een jeugd wereldkampioenschappen, dus waar de hele wereld komt. Dat is echt een groot toernooi. Ja, daar komt hij nu nog net te kort voor de finale, maar hij was pas zijn eerstejaars 11-12. Dus dit jaar kan hij nog een keer in dezelfde klasse meedoen. Dus dan hopen we op een hele mooie prestatie, misschien de finale plek. Hij zegt zelf, Olympische Spelen is het grote doel. Gezien de trainingsuren en de ambitie die hij heeft, hoe kijk je daar tegenaan? Ja, kijk, elke sporter heeft die ambitie natuurlijk. En het is zo dat jou op dit moment op zo'n punt is dat je nog niet kan zeggen dat het hem niet gaat lukken. Dus het is heel moeilijk om te zeggen het gaat hem wel lukken, maar hij ontwikkelt zich wel heel goed. En ja, het zal nog jaren en jaren zo door moeten gaan. Wil hij echt kans maken op de Olympische Spelen, want de top 16 van de wereld mag naar de Olympische Spelen. Dus daar sta je dan nu nog als klein jongetje nog heel ver vanaf. Maar dat hij die eigenschappen heeft... Ja, dat zou best eens kunnen. Dus als we heel hard blijven trainen en de intensiteit is nu 15 uur per week, maar dat moet alleen maar meer en meer en meer. Op een gegeven moment is het 25 tot 30 uur per week. En dan heeft hij een kans. Maar ook onder, denk ik, hele goede omstandigheden. Hè? Met jullie eigen hal, waar je eigenlijk bij wijze van spreken 40 uur per week kan springen. Ja, de enige beperking is hier toch wel je fysieke gesteldheid, zeg maar. We hebben gewoon de hal permanent aan onze beschikking. Dat is fantastisch. Natuurlijk hebben we Jouke niet permanent aan onze beschikking, want hij moet ook naar school. En ook nog een soort van, jongetje gewoon zijn, zeg maar. Maar ja, de omstandigheden ligt het niet. We hebben perfecte trampolines, goede hal en we hebben een goede organisatie. U hoort het, fantastische omstandigheden voor Jouke om te trainen. En nu sporttalent van de Kalgemeente. En we wachten natuurlijk af wanneer hij ooit sportman van de Kalgemeente gaat worden. Leuke overval. Jouke heeft ervan genoten. Wij hebben ervan genoten. Sven heeft ervan genoten. Zeker. Op naar de volgende.